Hey, zijn we weer. Dus als jullie de video hebben gezien dat ik me ging inschrijven voor Catnet Rapper. Ja, proficiat, jullie hebben hem gezien. Je hebt wel geteld 3 minuten 18 seconden van je leven verspild. Nee, maar ik heb een mail gehad. Hey jij, merci om je in te schrijven op wordrapper.be. De site lag bijna plat, want we hebben meer dan 4000 inzendingen ontvangen. En... jouw inzending heeft onze aandacht getrokken, we zijn benieuwd, we willen graag meer zien. Hou je kleren vooral aan. Nee, ik dacht echt om naar Catnet een video te sturen zonder kleren, omdat er kinderen naar kijken. Bezorg ons een tweede filmpje, waarin je ons op een vlotte, tot zelfs onverwachte manier een rondleiding geeft in een kamer naar keuze. We willen je vooral horen en zien vertellen over dingen waar jij iets mee hebt en zoals je tegen je vrienden zou babbelen. Dus nu voor het echt, dus denk er even over na. Een zotte montage is niet nodig en deze keer mag je filmpje langer zijn dan 30 seconden. Je hebt tot zaterdagavond 6 maart. De mail was verzonden op 1 maart. Ik heb de mail pas op 2 maart gezien. Dus ik had letterlijk maar een paar dagen om die hele video in elkaar te zetten. Nu op zich, geen probleem. Is geen probleem. Het één probleem was, het was toen krokusvakantie. Ik was niet hier, ik was thuis. En ik moest bijna elke dag werken. Dus ik heb de video gemaakt. Ik heb dus een video gemaakt. Ik dacht, oké, ik zit er nu echt in. De strijd is nu echt begonnen. Wat ga ik doen? Dus ik moet een video maken en een kamer naar keuze. Dus ik moet een beetje in die kamer een beetje gaan lullen. Een dikke brainstorm sessie gehouden. Aan de keuken. Nee. Toilet? Nee. De ruimte van mijn kat. Ik dacht, dat is leuk. Kat, kinderen houden van dieren. Alleen met dat beest valt echt niet te filmen. Dus ik heb een beetje flauw humor. Een beetje kinderachtig, want het is Catnet Ride. Kinderen kijken ernaar. Jullie moeten het niet grappig vinden, maar kinderen moeten wel denken. Hahaha. Dus deze video heb ik gemaakt. Ik ben Siepe. Ik heb de opdracht gekregen om vandaag jullie een rondleiding te gaan geven in een kamer. We gaan niet naar zomaar een kamer. We gaan naar het territorium van mijn kat. Dus kom maar mee. Dus dit is de ruimte van mijn kat. Nu, waar is mijn kat? Ik denk al dat ik een idee heb. Hier niet. Oh. Dus dit is mijn kat. Ze noemt Nala. Wat de naam Nala betekent... weet ik eigenlijk niet. Weet jij dat, cameraman? Ah, oei. Zal ik iets verzinnen dan? Oké. Dus de naam Nala is van Egyptische afkomst. Het is nog vernoemd naar een farao van in de 13e eeuw. En Nala. Ja. Ik heb dus één kat, maar ze is soms zo'n beetje alleen. Dus ik dacht, ik ga een vriendje voor haar kopen. Namelijk Juppie de Gang. Waar is de goudvis? Nala. Ik denk dat de kat de goudvis heeft opgegeten. Dat mag niet, hè. Oh. Ik denk dat ze kaka heeft gedaan. Dat is het nadeel aan een kat hebben. Ze doen ook kaka. En wie moet het opruimen? Ik. Ja. Ik heb beet, jongens. Oké, dat kakske is weer uit het kattenbakske. Ik ben Siepe Baris, ik hoop dat jullie deze video leuk vonden en hopelijk krijg ik binnenkort weer een leuke positieve mail van jullie. Goed, ik had een link gekregen van Catnet waar ik die video kon inzenden. Ze waren 3 pagina's en ik kon alleen nog maar de eerste zien, dan moest ik mijn video uploaden en dan pas kon ik de volgende zien. Dus ik had die video erin gezet en op de volgende pagina moest ik toestemming geven om die video uit te zenden op Catnet. Goed, dus ik heb de video ingezonden. Ik hoop een mail te krijgen dat ik naar de volgende ronde door ben. Hopelijk. Maar zoals jullie weten, was het de Jamies. En wie was er op de Jamies? Sander van Catnet. Dus ik dacht, we gaan even kennis maken met onze toekomstige collega. Hallo, dag collega. Ik ben Siebe. Siebe, dat klinkt heel goed. Sarah, Sander, Siebe en Gloria. Ja, oké. Sander was eigenlijk een super chille kerel. Ik zou naar hem. Dus hey, ik hou jullie op de hoogte. Moest ik nog een mail krijgen, dan een derde video, denk ik. Ik dank jullie om te kijken naar deze video. En hopelijk tot binnenkort op Catnet. Hey, we kunnen maar proberen, toch? Dat lijkt me sowieso fucking nice. Dus hey, ciao.